Oké, marcheer op plek. En dan gaan we in een hakkenwiel. Ja. Dan hoor je het niet zo van jou. Precies. Nee, is niks. Hoezo, wat is er dan? Ja, dan even kan je toch zwangerschap instellen. Oh ja. Nou, ik had dat wel met mijn benen hoor. Van de week. Echt soort restless legs. Oh ja. En jeuk, en dan bleef maar helemaal bewegen. Ik denk, op je rug liggen met je benen omhoog tegen de muur. Oh, nou, ik ben maar gaan slapen. Ja, ik denk waarschijnlijk gewoon ook niet. Dat ging wel goed, ik was er ook wel redelijk. Ik werd er ook wel van. Nee, ik werd er niet van. Misschien, ik had normaal ook, alleen toen ik zwanger was, nog erger. Oké, gaan we naar Harnies! Goed, dames! Leuk groepje zo, dames! Ja, vrouwen, zo zien we iets beter. Volgens mij hebben Jess en Lisanne de telefoon gewoon op de grond gelegd. Of de iPad of zo. Ja. Het is wel in één keer frisje van zaterdag, hè? Oh, het is wel koud. Dat gaat ook best jam. Nog 5, 4, 3, 2. Eén, zijn we. Zo, we krijgen een stoel erbij. Ja. Het is geen rechtstoel. Wacht op het moment dat ik nog gewoon een meidje overtrek. Ja, dan gewoon buiten. Ja, Jess, laat hem maar gewoon op de grond liggen hoor. Dat maakt er niet uit. Nou mis je de hele workout. Je bent net begonnen. Dit is wat het is. Oh ja, dit is wel beter. Ik zou het ook. Ja. Dan zien we je net even wat beter ook. Oké, okay, nog 5. 4. 3. 2. 1. En we zakken in een squat met rechts. Naar beneden. Goed, dames. Alle kinderen naar bed? Nee. Nee. Die van mij wilde niet. Ik hoop nou wel dat hij ergens ligt, maar... Op de grond of zo. En wel niet! Maar ja, het is niet aan ons, hè. Het is ons moment vandaag. We hebben de mannen nou even naar voren geschoven. We hebben even me-time. Eindelijk. Oké, nog 5, 4, 3, 2, 1, en de laatste, en links voor. Ja, normaal gesproken is Patrick sowieso altijd verantwoordelijk voor het bed in bed stoppen. Oh ja, ik red dat meestal net niet. Ja, wij doen eigenlijk het samen en dan... Als hij dan ligt, ja? Doe een lamp uit en dan ga ik altijd nog 20 tel even op zijn bootje kriebelen. En dan is het klaar. Meestal slaapt hij dan ook wel. Oké, nog 5. 4. 3. 2. 1. En de laatste. En dan gaan we zo omhoog. Met knie. En wissel. Blijkbaar bij hem. Een uurtje of zo. Oh, hij was wakker geworden. Ja, hij was heel erg aan het hoesten. Ja. En meestal, als het echt heel erg was, als hij weer vast moet spugen, dan roept hij wel. Ja. Maar Wim dacht, nou, ga maar even kijken. Ja. Dus, vroeg had hij dus gevraagd of ooit bij hem kan liggen. Oh. Als ze met z'n tweeën in die ogenslapen gelegen. Nee. Ik past hem eigenlijk net niet in. Tot de topper is nog 5. 4, 3, 2, 1 en de laatste. Oké, we gaan aan de slag met commando's. Jullie gaan een beetje heen en weer rennen in je woonkamer of waar je bent. En elke keer geef ik een commando. Ja, dat kan dus zijn 5 keer squats, tik de grond aan, omhoog. Yes?
Oké, dus blijf rennen. Ga maar rennen. Heen en weer. Of marcheren voor sommigen. Marcheren voor sommigen. Wel als je nog niet kunt rennen. Oké, tik de grond aan. 5 keer squat. Oké, jump omhoog, oftewel op je tenen omhoog. En blijf weer rennen. Dus je blijft de hele tijd rennen en als ik zeg 5 keer, dan doe je het 5 keer. Anders is het gewoon 1 keer. Squat. Tik 5 keer de grond aan. Of een klein sprongetje. Tik de grond aan. Tik de grond aan. Op je tenen. 5 keer. Tik de grond aan. Nee, jij mag nu niet rennen, Jess. Jij moet gewoon wandelen. Het was net 12 weken, hè? Ja, precies. Maar je kan wel mooi de grond aantikken. Dat doen we dan ook weer. Oké, gaan we in een squat. Gaan we nog een keer in een squat. En nog 3 keer in een squat. Tik 5 keer de grond aan. Oké, kunnen we er iets bij hebben? Vast wel, hè? We kunnen wel in de lunge, toch? Dan gaan we dus ook in de lunge met de commando's. Lunge, rechts, links. En blijf lekker rennen of wandelen. Tik de grond aan, 2 keer. Je tenen 3 keer. Lunge 3 keer. Dat betekent rechts en links zijn 1. En gaan we lekker door. Tik de grond aan. Ik was pas bij 2. Oh, sorry. Ik zie iedereen al rennen. Op je tenen. Op je tenen. Tik de grond aan. Lunge 3 keer. Oh, wat dan? Ik doe iets langzamer natuurlijk. Ah ja, je moet even een stukje terug. Ja, maar nu zijn we klaar. Ja, ik heb niet zitten. Op je tenen 5 keer. Squat 2 keer. Oké, we doen nog 3 dingetjes. Tik de grond aan 5 keer. Zo, die buik gaat echt in de weg zitten. Squat 2 keer. Lunge 1 keer. Oké, en neem even wat te drinken. Dan gaan we lekker boksen zonder gewichten. Doe.
Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Lekker heen en weer. Links, rechts. Hou je handen goed voor je kaken. En dan gaan we. Rechtdoor. Goed zo. Heen en weer. Blijf lekker marcheren. Oké, blijf even stilstaan. 1 been voor. En dan gaan we versnellen. Tik, 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 tik. Kom op. Versnellen. Hop, 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 hop. Gewoon rechtdoor. In een jab. Tik, 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 tik. Goed zo. Nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Oké, en rustig. Heen weer. Adem lekker in en uit. Naar voren. Gaan we zo nog een keer. Oké, nog 5. 4. 3. 2. 1 en go. Bam, 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 bam. Kom op, rechtdoor. Tik, 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 tik. Oké, nog 5. 4. 3. 2. 1. En rustig. Oké, blijf doorgaan. Ik hoop dat jullie al een beetje verzuring hebben. Goed zo. Hoi. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaan we weer versnellen. Bam, 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 bam. Kom op, naar voren. Naar voren. Yes. Goed, de toppers. Nog 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, hakkenbil voor de meeste de snelle variant. En voor een aantal van ons de rustige variant. Dus Lisanne, je mag al deze doen. Yes. Ja. Dat is wel goed gevoel. Oh, het beste iets te graag gewild en dan een maatje te groot gekocht. Oh, we hadden die kleine dan. Hij is wel echt heel leuk. Ja, ik had het gezien, maar iemand van de zaterdaggroep, een van de laatste keer dat we nog konden sporten met z'n allen. In het zwart. Toen dacht ik, hé, dat is een leuke broek. Toen kreeg ik de volgende dag van Zalando Lounge een melding met sportkleren. En er zat deze broek tussen. Nee. Ja, het is heel leuk. Je kan hem niet ook... Nou ja, ik heb dus nu ook al met het touwtje aangetrokken, maar ik denk dat het gewoon een beetje uitloopt. Oké, dan gaan we. De uppercut. Dus hieronder. Rechts, links. Afwisselend. Goed zo. Heen en weer. Pap, pap. Heen en weer. Oké, probeer die achterste benen een beetje naar binnen te trekken. Heen en weer. Naar binnen toe. Oké, nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En versnellen. Bam, 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 bam. Niet te hoog. Tot aan je kin. Tik, 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 tik. Kom op. Onderdoor. Tot aan je kin. Jozef, jullie gaan iets te hoog. Tot aan je kin. Yes. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Oké, weer rustig. Rechts.
rechts om links. Draai weer mooi naar binnen toe. Ja, moet je versnellen, dan draai ik gewoon maar een beetje zo. Ja, dat is meer een soort bounce heen en weer. Terwijl je gaat versnellen is meer bounce. Oké. En nu heb je een rustige variant. Geef een goede uppercut tegen die kaak van de ander. Oké, nog 5. 4. 3. 2. 1. En versnellen. Kom op. Hop, 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 hop. Tik, 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 tik. Heen en weer in die bounce. Goed zo. Oh. Kom op. Nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En weer los. Draai weer met je achterste been in. Goed zo, kom maar op. En Lisanne, het is echt een beetje die kant op. Alsof iemand een kaakslag geeft. Daar. 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 Dus niet hier dichtbij houden. En niet zo. Maar daar. Bam. Bam. Voor. 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 Yes? Oké. Oké, nog 5, 4, 3, 2, 1 en versnellen. Tik, 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 kom op. Bounce heen en weer. Sta niet stil, maar ik bounce heen en weer. Tik, 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 tik. Heen en weer bouncen. Kom op. Heel veel kracht op die armen. Nog 5, 4, 3, 2. 1. En dan spannen. Hakkenbeel, de snelle variant voor ook de snellere dames. Ja, goed zo, vrouwke. Goed zo, Rianne. Woehoe. Hartslag een beetje laten zakken. Ja, voor de sommigen niet. Oké, nog 5. 4. 3, 2, 1. En we gaan hoeken. Vanuit je heup, hoek. Duim omhoog. Dus als ik duimpjes zie, wat? Dan doe je het goed. Als ik geen duimpjes zie, dan doe je het niet goed. Probeer echt met je duim omhoog. Omhoog. Vanuit die heup, omhoog. En altijd weer terug naar die basis. Handen voor je gezicht. Goed zo. En draai dan achterste been weer mooi in. Achterste been mooi in. Dus je veert een beetje van voor naar achter. Voor, achter. Beetje heen en weer veren. Zodat je flexibel bent. Goed zo. Zie ik die duimpjes weer omhoog? Goed zo. Oké, nog 5. 4, 3, 2, 1. En de laatste, dan gaan we tik, tik, tik. Kom op, snel. Hop, heen en weer. Rechts, links. Veel kracht op die armen. Goed, de toppers, kom op. Nog 5, 4, 3. 2, 1 en de laatste. Oké, weer rustig. Hoek met rechts en met links. Duim weer goed omhoog. Weer terug naar die basis. Hoppa. Draai mooi in je achterste been. Heen en weer. Nog 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En de laatste. Gaan we weer snel. Pat, pat, pat. Kom op die hoek. Duim hou omhoog. Hoek, hoek, hoek. Elleboog omhoog. Duim omhoog. Terug naar die basis. Hoek, hoek, hoek. Hoek. Oké,
jij nog 5, 4, 3, 2, 1. En de laatste. Oké, weer terug. Die armen voor je gezicht. Plat. En beuken maar. Hop. Beuken maar. Op de kaak van de ander. Goed zo. Hoppa. Nog 5. 4. 3. 2. 1. En de laatste. Gaan weer. Hop, snel. Hop, hop, hop. Kom op. Rap. Maak snelle bewegingen. Snelle bewegingen. Terug naar de basis. Woehoe. Terug naar die basis. En weer uithalen. Nog 5. 4. 3. 2. 1. En de laatste. Gaan we door weer in. Hakkenbiel. Oftewel, de snelle variant. Hakkenbiel. Hartslag weer een beetje naar beneden. Goed zo, toppetjes. Blijf lekker volhouden. Ik hoop dat jullie morgen een beetje verzuring hebben in die armen. Wat ze dus dichterbij staan. Wie jij? Ja, ik zie mezelf weer hier zo erg. Ja, ik heb aantrekkingskracht. Ja, of ik sta als te ver voor, dan zie je mijn hoofd niet. Als nee, ik, naast ik zal even richten. Oké, blijf maar even doorgaan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, we gaan een kleine choreografie maken. Dus weer handen voor je gezicht. Jab, jab, cross. Jab, jab, cross. Ja? Het maakt mij niet heel veel uit welk been je achter hebt staan en welk been voor. Ik heb links achter staan, maar ik snap dat het spiegelbeeld is, dus maakt mij niet heel veel uit. Als je maar jab, jab, cross. Jab is rechtdoor. Jab, jab, cross. En bij cross draai je een klein beetje knieën. Jab, jab, knie indraaien. Jab, jab, knie indraaien. Jab, jab. Knie indraaien. Jab, jab. Draai knie in. Jab, jab. Draai knie in. Draai knie in. Jab, jab. Draai in. Oké, doe maar mee, hè, dames. Kom maar op. We staan even zo te kijken. Ja. Ik dacht, nou, inmiddels mogen jullie wel meedoen. Jab, jab. Cross. Jab, jab. Cross. Jab, jab. Cross. Jab, jab. Cross. Jab, jab, cross. Jab, jab, cross. Cross. Recht, recht, 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 cross. Oké. Nou gaan wij een stukje naar voren. Jab, jab, cross. Naar achter. 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 Hoe ziet dat er via de zijkant uit? Ik heb dus nog steeds rechts voor. Jab, jab. En dan doe ik daar niks mee. Dus ik draai alleen maar mijn knieën bij cross. En dan ga ik naar achter. Dus schuif, schuif, cross. Schuif, schuif. Schuif, schuif, cross, schuif, schuif. Ja, dus je schuift een beetje naar voren en je geeft een cross. Jab, jab, 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 cross. Jab, jab. Cross. Jab, jab, cross. Oké. Hier gaan we iets bij doen. Jab, jab, cross, jab, jab. Ja? Jab, jab, cross, jab, jab. Onder. Jab, jab, cross, jab, jab. Uppercut. Jab, jab,
cross, jab, jab, onder. Goed. Oké, laten we dat even staan proberen. En daarna gaan we weer heen en weer. Oké, handen voor je gezicht. Jab, jab, cross, jab, jab, onder. Jab, jab, cross, jab, jab, uppercut. Recht, recht, cross, recht, recht, onder. Recht, recht, cross, recht, recht, onder. Pat, pat, cross, onder. Cross, onder. Jab, 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 cross, jab, jab, onder. Jab, jab, cross, jab, jab, onder. Ja? Oké, dat gaan we nu dus heen en weer achter proberen. 3, 2, 1, go. Voor, jab, jab, cross, jab, jab, onder. En daarna ga je pas naar achter. Dus je blijft helemaal voor staan, want eerst gingen we natuurlijk na de cross. Achter doen we niet meer, je blijft staan. Yes? 3, 2, 1, go, go. Jab, jab, cross, jab, jab, onder, naar achter. 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 Oké, ik wil even kijken. Niet helemaal, zal ik hem even rustiger doen? Ja. Oké. Jab, jab, cross, jab, jab, onder, naar achter. Jab, jab, cross, jab, jab, uppercut, naar achter. Jab, jab, cross, jab, jab, onder, 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 naar achter. Jab, jab, cross, jab, jab, uppercut, naar achter. Jab, jab, cross, jab, jab, onder, 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 naar achter. Jab, jab, cross, jab, jab, uppercut, naar achter. Jab, jab, cross, jab, jab, onder, naar achter. Oké, nog drie keer. Dan gaan we naar de volgende oefening. Onder. Jab, jab, cross, jab, jab, onder, naar achter. Oké, andere oefening. Yes? Daar gaan we. Hier weer jab, hoek. 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 Dus rechtdoor. Hoek. Jab, hoek. Goed zo. Hop. Draai mooi in. Rechtdoor, hoek. Door, hoek. Oké, dan gaan we iets aan vastplakken. Dan gaan we naar voren met een jab. Hoek blijven we staan. Pukken. Naar achter. Hoek, andere kant. Dus jab. Hoek. Puk. Naar achter. Andere kant. Ja. Oké, even rustig. Jab. Hoek. Puk. Andere kant. Even kijken, wacht even. Jab. Hoek. Buk, ja, met andere kant. Sorry, ik zat verkeerd. Oké, jab, hoek, buk, andere hoek. Jab, hoek, buk, andere hoek. Jab, hoek, buk, andere kant. 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 Jab. Hoek, buk,
andere kant. Jip. Hoek. Buk. Andere kant. Ja? Dan gaan we dat dus met die jip naar voren. Hoek. Buk. Naar achter. Andere hoek. We gaan nu een beetje lopen. Dat maakt het ook moeilijk. Oké. Kunnen wij wel. Even rustig. Naar voren. In een jab. Je blijft hier staan. Hoek. Buk. Naar achter. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Naar achter. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Naar achter. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Naar achter. Andere kant. Jab. Hoek. Buk. Andere hoek. Oh, naar achter. Andere hoek. Ah! Het gaat wel over mijn woorden heen. Oké, jab. Hoek. Buk. Naar achter. Andere kant. Jab. Hoek. Buk. Naar achter. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Achter. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Achter. Andere kant. Jab. Hoek. Buk. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Ik ga even kijken waarom mijn muziek niet doet. Oké, blijf lekker doorgaan, Laura. Ja, hij doet het weer. Ja, ik zal goed. Andere kant. Jab. Hoek. Buk. Achter. Andere hoek. 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 Nog drie keer. Hoek. Buk. Achter. Andere hoek. Jab. Hoek. Buk. Oké, en de laatste. Hop. Buk. Oké, neem even wat te drinken. Wat gedaan, ladies. Gaan we lekker aan onze benen beginnen. Oké, in een squat naar beneden. Dat doen we 1 minuut, dus zet de timer even aan. Every single word is perfect as it can be. I need you. En go! In een squat. Tenen wijzen naar voren. Hier is weer 2 keer. Ja, dat is goed. Ja, nummer 1. I cannot say what I believe in. Finally believe in you. Goed, ladies. We doen een squat challenge elke week. Nou, maar wat is never changing? Lina, je bent bij mij heel klein. Ben je mij en ik heel klein? Ja, ik ben 1,4 geworden. Oh, dat is misschien door de instellingen, want ik heb niks veranderd. Oké, okay, daar kan het zien hoor. Oké. Okay. Ja, anders goed luisteren. Ja, nog 15 seconden. Oké, okay, nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, een paar mogen squat jump. En de anderen gaan op de tenen. Op de tenen. Ja, dus de dames die al boven de 12 weken zijn bevallen, mogen al langzaam in een squat jump. En voor de andere ladies, op de tenen. Maar we doen dus elke week vanaf nu andere squats. We hebben de eerste 10 hebben er al op zitten. Dan vandaag. En de komende weken doen we er nog 90. Ja? 90 wat, sorry? Squats. In allerlei vormen. Oké. Okay. Onze squat challenge van deze periode. Oh, leuk. Oké. Okay. Oké, nog 10 seconden. Oké, gaan we laag pulsen. En kom omhoog. 3 keer. En omhoog. 1, 2, 3. Omhoog. 1, 2, 3. Omhoog. 1, 2, 3.
omhoog. 1, 2, 3, omhoog. 1, 2, 3, omhoog. Voor de diehards mogen we blijven pulsen. Voor degenen die echt verzuring willen krijgen in die benen hier, mogen we blijven pulsen. Voel je nu al? Oké, blijf nog even doorgaan. Kom op, Rianne, laag. Kom op. Blijf je pulsen. Oké, nog 10 seconden. Lisanne blijft gewoon omhoog gaan. Zeker. Oké, en stop. Josephine, om even kijken hoe je Lies en bekken voelen. Want we gaan naar een brede squat. Naar beneden en weer omhoog. Kijk even goed hoe dat voelt. Anders doe je gewoon een squat op heupbreedte. En voor de anderen is het helemaal prima om deze te doen. Dus als je last hebt van bekkenklachten of liezen, dan doe je deze niet. Goed zo, toppers. Blijf nog even doorgaan, de muziek is weer uitgevallen. En we zijn er weer. Oké, nog 15 seconden. Laatste 10. Oké, blijf laag. En je gaat je hakken liften. Ik weet niet of jullie mij zien. Of iets achter. Hakken liften. In die brede squat. Heen en weer. Blijf laag. Hou je lichaam recht. Je spieren recht. Niet zo naar voren. Blijf mooi recht naar beneden. Rug. Rug. Die daar. Rechte rug. Oh, Rianne, je kan wel lager, meid. Kom op. Goed zo. Oké, nog 10 seconden. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, deze squat hebben we ook nog niet gehad. Dat is helemaal in en dan naar beneden. En dan hou je knieën dan ook tegen elkaar. Laag en naar beneden. Mijn buik gaat een beetje in de weg zitten, dus ik kan het niet meer laag doen. Echt zo tegen die bovenbenen. Kijk je nu wel goed hoor, mooi. Ja, dat is één poffendeel. Ja. Je merkt wel met dit soort dingen, die bewegingen naar beneden, dat die buik echt op je bovenbenen komt te zitten. Ja, goed is goed, dat is belangrijk. Ja, dat is waar. 25 weken. Nog 2 weken, dan wordt het spannend. Ja, dat snap ik. Maar dat gaat gewoon goed komen, joh. Ja. 40 weken. Nee, het voelt ook wel goed, hè? 3 weken. Oké, we gaan weer in, maar we stappen uit met rechts of links voor jullie. En dan ook weer de andere kant. Ja joh, dat wordt gewoon augustus. Dan val ik gewoon. Officieel 28 juli. Of gewoon 32 weken. Ja, maakt me, vanaf 32 weken maakt het me niet zoveel uit. Als ik die 32 weken maar haal, dan ben ik helemaal tevreden. Dan lig ik gewoon plat gewoon en neem me van geluk, denk ik. Dan heb ik die 32 weken gehaald. Lief je op je tuin met je ogen leren. Ik heb gelijk even naar over een meisje. Wat zei je? Want ik heb toch niet gelijk over dat het een meisje wordt. Ja, dan had hij geen gelijk, nee. Nee. Nou ja, maar hij heeft het nou wel over echt zo van broertje. Maar hij heeft heel lang volgehouden dat hij een zusje kreeg. Ja, met elkaar broer. Ja. Oké, volgende oefening is uit in een squat. Uit in een squat. Als je last hebt van liezen hier of hier achter,
Dan kan het zijn dat deze niet zo lekker aanvoelt. Dan doe je gewoon een squat op heupbreedte. Voor Jozefine, voor jou moet je even kijken of die uitstappas, of dat lekker aanvoelt bij Elise en hierachter. En Jess, voor jou ook, we hebben het net begonnen. Ja. Goed zo. Heen en weer. Hoe gaat het met jou, Laura? Ja? Voornamelijk zeer de knieën, maar we hebben het toch bezig vandaag. Dat is gek. Misschien omdat ik het hele weekend al een beetje raar geloof. Oh ja, dat kan. Ja. Oké, volgende is alleen met links achter. Dit noemen ze dus ook een squat. Ah, prima. Ik heb eerder een soort schuine lunge, maar ook goed. Jozefine, voor jou is het handig om recht achter te stappen. Recht naar achteren. Recht naar achteren. Hou je lichaam mooi recht. Trek je navel goed in. Voor jou recht naar achter, Jozefine. Ja. Goed zo. Vrouwke, jouw bekken gaan goed, hè? Ja, maar deze gaat wel, of niet? Ja, dit gaat wel. Maar bij alles voel ik het gewoon wel. Ja, dat is goed. Ik heb het verteld aan het lijn. Ja. Eén schijn. Oké, Jozefine, arm goed recht. Probeer je handen dus ook mooi mee te nemen, zodat je navel goed intrekt. Je valt een beetje op nog steeds. Oké, wissel. Ander been. Andere kant. Andere niet? Maar die niet. Oké, dan doe ik die. Doe jij de rustige variant? Naar achter. Ja, naar achter. Mag je even draaien van Jozefine naar jou kijken? Ja, nee, dat heeft echt met die kant te maken. Ik stond zondag gewoon echt een huilen naast de bed. Alsof ik gewoon weer 30 weken zwanger was. Ja, hoe pijn. Ja. Ja, hou je bekken. Trek je navel goed in, hè? Dit is echt een core oefening, dus die hier. Span je navel goed aan. Ik was echt die. Dit wordt zeer! Ik had het zeer! Gaat dat wel? Nee! Oké, nog 10 seconden en dan hebben we de eerste 10 squats erop zitten. Volgende week volgen er meer. 4, 3, 2, 1 en neem even een slokje drinken, want dan gaan we nog even lekker aan de cardio voor 5 minuten. Mijn telefoon is gewoon leeg. Oh. Oké, voor de dames die al in de recovery zijn, die kunnen dus mountain climbers op de grond doen. Voor beide 12 weken. Anna moet heel even of een stoel pakken of we doen even een andere oefening. We doen even een mountain climber zo. Maar als je een stoel bij de hand hebt, dan kunnen we mooi even mountain climbers deze manier doen. Dat is volgens mij de enige oefening die wat lastig is. Yes! Oké, we beginnen met harness om even lekker hartslag omhoog te gooien. 1 minuut, go! Lekker, Rianne! Woehoe! Ja. Ik heb niet een mooi oog! Ja. Mooi hoor, die knieën hoog. Zie je er goed uit, toppers? Dat is slim, van wat vond ik dat? Ja! Oké, nog 20 seconden, hou lekker vol! Oké, de laatste 10. En gaan, deel gaat dus naar de mountain climbers. 4, 3, 2, 1. Oké, mountain climbers. Pak even stoel. Iets erbij. Mountain climbers. Ja, dus jullie kunnen ook laag. Ja. Mountain climbers. Woehoe. Goed, ladies. Hou je billen maar laag. Go, go, go. Of tegen een muur kan ook trouwens.
Maar het ziet er heel goed uit. Oké, nog 30 seconden. Dan gaan we daarna weer naar de high knees. Kom op, Hoffel. Every single word is perfect as it can be. Goed zo. Laatste 10. Je lichaamsgewicht boven je armen. 4, 3, 2, 1. Oké, kom terug en dan gaan we gelijk door in de high knees. Als je hem nog vol kan houden, zoals Laura doet, doe je hem zoals Laura. En anders pak je mijn variant op. Goed aan je bekkenbodem voelen. Dat je niet zo'n druk voelt hieronder. Oké, hierna gaan we naar de hakkenbil. De hartslag is goed hoog. We zijn al over de helft. Nog 20 seconden. Oké, en de laatste 10 gaan in. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, hakkenbil. Het is echt cool. Je hak tegen je billen. Schuif ze helemaal uit. Tenzij je echt hele dikke kuiten hebt, dan kom je er niet. Hartelijk kuiten. Hartelijk kuiten. Misschien een shot krijg ik nu net overheen. Oké, kom op. Dan gaan we nog één keer naar high knees. En dan pakken we hem op de cooling down. Als je nog wat energie over hebt, gooi ze eruit. Oké, nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan gelijk door in high knees. Laatste minuut. Kom op. Kom, Lisanne. Yes. High knees. Ik moet jullie adem horen. Ik moet het zweet kunnen ruiken bijna. Bijna. Oké, nog 30 seconden. Hou lekker vol die high knees. Hoog, 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 hoog. Kom op. Kom op. Janne, kom op. Hoger met de knieën. Top, 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 top. Oké, laatste 10 seconden. Zo hoog mogelijk. 5, 4, 3, 2, 1. En cooling down. Goed gedaan. Woehoe, hoe gaat het? Lekker, hè? Ja, top voor de eerste keer. Ja. Oké, zet je rechterbeen voor. Nou, ik hoor jullie hoor, dus dat betekent lekker buiten adem dus. Zeker. Ja. Vrouwke zit lekker te zweten op de kamer. En achter. Ja, lekker hè? Ja, dat is wel als je binnen staat, dan is er heel weinig lucht. Dus dan zweet je kapot. Hoe gaat het met jou, Jess? Goed. Ja? Ja, het gaat eigenlijk echt wel goed. Oké, wissel. Oh, wat leuk. Ja, dus de kleine doet het ook heel goed. En ja, ik was eigenlijk gelijk ook al wel voelde me heel goed. Dus hoop dat het zo blijft. Oh, wat fijn joh, gelukkig. Ja, leuk om je weer te zien. Wat zeg je? Wat is de kleine? Afgelopen zaterdag was hij 6 weken alweer, joh. En achter. Hij loopt al bijna, joh. Ze Dat zou je willen of niet? Dan kan je er achteraan hollen. Ja joh. En met jou, hoe gaat het met je stuitje trouwens?
Oh, dat gaat goed. Oh. Af en toe een beetje lage rugklachten, dat blijft een beetje zwak plek. Ja. Nou, we hebben nou niet gepland, Vrouwke. Maar soms gaat het heel goed, maar soms dan ben ik ineens pot, een beetje half vanaf een stoel met mijn kind aan het Lego op de grond of zo. En ineens dan denk ik, oh, had ik niet moeten doen, of te veel tillen. Oh ja, toch nog die bekken dan? Ja, gewoon goed blijven trainen. Ja, koor. En gewoon uitkijken met tillen. Ja. Oké, en pak voor. Maar hoe voel je een beetje basis gevonden, Jess, in moederschap en kind? Ja, nou, ik ben nog steeds wel heel onwerkelijk, moet ik zeggen. Als je zegt, oh ja, je bent nu een moeder, dan denk ik, oh ja, weet ik, maar best apart. Ja. Dat blijft. Ja, dat kind gaat niet meer van je vandaan. Nee, klopt. Dat blijft wel plakken. Wel gewoon helemaal dat hij er is, hoor. Dus dat is Wacht maar totdat die mama zegt, dan wordt het nog veel raarder. Ja. Of dat je op de opvang komt dat iemand zegt, nee, dat is de mama van. Dat ik dacht, oh ja, dat ben ik. Ja. Dat was ik hoor. En achter. Maar ik denk de hele tijd aan jouw zoontje, Jan en Sven, dat hij doorslaat. Mijne niet dus. Oh, hoe erg is het dan? Nee, dat is niet erg. Eén keertje komt hij s'nachts. Oh. Kom nog wel hoor. En wissel. Oh. Nou, Fine slaapt pas sporadisch door sinds vorige week. Ja, precies. Nee, joh. Ja, ik zie hem na 8 weken. Was ook wel een snelle slaper. Oh, dat is top. Ja, dat was wel echt lekker. Dus 11 uur laatste voeding. Dan slaapt hij uit en dan kunnen wij 's ochtends werken. Ja. Is dat nog steeds, Rianne? Is dat nog steeds het uitslapen? Rianne? Is dat aan mij? Nee, Rianne. Dat is uitslapen is nog steeds. Wat hè? Dat uitslapen is nog steeds. Ja, maar we doen hem nu iets later naar bed, dan slaapt hij nog langer uit. En dan kan wij daar even werken. Ik wil blauw zon. Ja, 11:30, 12:00. 11:30? Dan gaat hij wel om 8:30 pas naar bed hoor.